Ik zal me even voorstellen, ik ben de directeur van Gigant. Wij luiden dit weekend in met de heropening. Dat is weer iets nieuws. Een heropening van een tentoonstelling van het Apeldoornse Gelder Collectief. Toen ik een paar dagen geleden 1,5 kilo kruimige aardappelen stond te schillen en daarbij nadacht over een tekst voor de opening van de tentoonstelling van de fotografen van het Gelder Collectief, vroeg ik me af wat nou eigenlijk de eerste foto was die ik zelf ooit kocht. Ik vermoedde eentje van fotograaf Roel Huurneman. Voor mijn geestesoog doemde als in een ouderwetse bakontwikkelaar het beeld op van een vrouw in een stoel met een daarbij behorende rechter borst, een rechter oksel en niet te vergeten prachtige lippen. Hou op, schij uit. Wij van Gelder Collectief willen jou iets aanbieden. Als dank voor deze opening, deze heropening van deze expositie. En dat zit in deze envelop. Ik ga het even uit. Blijf zitten. Je hebt een show burger. Ja, precies. Moet erbij zo zijn. We hebben een nieuwe groepsfoto gemaakt. En dat heeft alles te maken met het feit dat wij een wisseling hebben in het collectief. Onze fotograaf Mathieu Anema is per 1 mei uit het Gelder Collectief. We zijn snel op zoek gegaan naar een andere fotograaf. Die hebben we heel snel gevonden. En dat is Ines Lesje. En ze staat daar. Dus zij gaat ons helpen om naar nog grotere hoogte te komen. Oké. Okay. Nou, veel plezier, geniet van de foto's en ik zeg u, hou ons in de gaten.